Nou, in de vorige les, dit is alweer les 4. In de vorige les zijn we begonnen met variabelen. Dat waren dus gewoon woorden, dat waren zinnen. En nu gaan we getallen gebruiken en daar gaan we een berekening mee doen. En berekeningen maken, dat doen we met operatoren, oftewel operators. Maar voordat we daarmee aan de slag gaan, gaan we eerst twee variabelen aanmaken. Want ik moet twee gegevens hebben, twee getallen hebben om te kunnen rekenen. Make a variable, maak een variabele, getal 1. En ik maak een tweede variabele aan met getal 2. Zo. Zo, ik heb twee variabelen, getal 1 en getal 2. Nou, ik ga al als eerst beginnen met een event. Dus als er op het groene vlaggetje wordt geklikt, dan wil ik dat hij het eerste getal gaat vullen met 14. Ik wil dat je het tweede getal, en dan moet ik de pull-down gebruiken om de tweede variabele te selecteren. Deze wordt 12. Dus getal 1 is 14, getal 2 is 12. Eens even kijken of die ook goed gevuld worden. Ik klik op het groene vlaggetje. Getal 1 is 14, getal 2 is 12. Dit is een soort monitor, hè? Dit is heel handig om te kunnen kijken of bepaalde dingen in je programma werken. Dus getal 1 en getal 2 zijn gevuld. Nou, dan wil ik dat hij gaat rekenen. En de uitkomst, dat gaat hij zeggen. Dus C voor 4 seconden. Zo. Dus hij gaat 4 seconden gaat hij wat zeggen. En wat gaat hij nou zeggen? Hij zegt de uitkomst van getal 1 en getal 2 bij elkaar opgeteld. Dat is uiteindelijk wat ik wil. En dat is bij elkaar 26. Nou. Daarvoor gaan we naar operators. Dan heb je hier de plus, de min, keer, gedeeld door, pick random. Dus dan pakt hij een getal tussen de 1 en de 10. Je kunt zeggen groter dan, kleiner dan, is gelijk aan, kan ook, hè. Dus als iets kleiner is dan een getal, of iets is groter dan een getal, of iets is hetzelfde als dat getal. Je kunt ook vergelijkingen maken. Als het ene en het andere hetzelfde is. Of als de ene of het andere waar is. Nou, dit noemen ze een boolean. En dat is, je moet het zo zien dat als iets waar is, dan wordt er voldaan aan een conditie. Nou, dat ga ik je ook in de volgende lessen vertellen hoe dat precies werkt. Nou, je kunt bijvoorbeeld bij operators ook verschillende onderdelen aan elkaar koppelen. Nou, het gaat helemaal, het is heel uitgebreid. Hè, bijvoorbeeld als in Apple de A bevindt. Hè, dat kan je ook nog doen. Afronden. Nou, het is superleuk. Maar het wordt allemaal wat duidelijker gedurende de lessen. Wij gaan gewoon beginnen met het optellen. Dus ik gebruik daarvoor de plus. Nou. Je ziet ook hier dat deze is afgerond. Dus ik kan daar dus de variabele in stoppen. Dus ik ga getal 1, die stop ik hierin. En getal 2 stop ik daarin. En dan kan ik deze hele operator, die kan ik vervolgens nog eens een keer hierin stoppen. Dus wat hij dus nu gaat doen, hij zegt de uitkomst van getal 1 en getal 2 bij elkaar opgeteld. Laten we eens even gaan kijken. Ja, 26. Dus dat is hartstikke leuk. En wat je ook nog zou kunnen doen is, en dan ga ik eens even kijken of ik dat kan laten zien. Ja, dat is bijvoorbeeld, ik ga je de join ook laten zien. Dat is ook een hele mooie join. Je kunt dus variabelen samenvoegen.
Dus ik kan bijvoorbeeld zeggen een stukje zin, een stukje tekst met de uitkomst. Nou, daar gaan we dus mee aan de slag. Ik maak een nieuwe variabele aan. Make a variable. Zin. Zo. En deze ga ik vullen. Dus set zin. Hoeveel is 12 plus 14? Vraagteken. Of nee, dat is niet handig. 14 plus 12 is spatie. Ja, dat is misschien wel leuk. Dus deze zetten we er ook bij. Dus nu hebben we 3 variabelen alweer. Nou, dan moeten we dus iets zeggen. En dat is dus een zin plus de uitkomst van onze berekening. Nou, daarvoor gebruiken we dus de zin. Die komt als eerste. Dus join. En dan de uitkomst van de 2 getallen bij elkaar opgeteld. Die komt dan hierin. Dus join. Het zinnetje plus de uitkomst, dat gaat hij dus met join, voegt hij dat samen. Kijk, en dat kan je dat dan weer hierin stoppen. Dus als we deze nou zouden bekijken, klikken op het groene vlaggetje en dan ziet dat er zo uit. Kijk, 14 plus 12 is, dat is dus de string. Ik zal deze eventjes wat langer zetten. 14 plus 12 is, dat is dus de variabele zin. En dan zie je de uitkomst, 14 plus 12 is 26. En zo kun je dus variabelen ook aan elkaar koppelen.